Zo, is dat een cameraatje? Ja, mooi hè? Nee, serieus? Ja, dat is gewoon een... Stormgloor. Vlog! Er eentje vol energie, hoor. Hij heeft er geen zin in. Kom Bruno, pak je stok. Pak je stok. Goedemorgen. Ik ben Berry van Stormgloren. Vandaag wordt het weer tijd voor een wandeling. Een wandeling met Bruno. Inmiddels een jaar gepasseerd. Ja, wat is het een fantastisch beest, jongens. Wat hebben we er een plezier van. Echt waar. Kom eens hier, Bruno. Dat is mooi zitten. Goed zo. Zo, eventjes vast. We gaan een weg oversteken. Nou, ik heb vandaag mijn drone meegenomen. Hij zit in mijn rugzak. Dus als het goed is, moeten we dadelijk wat leuke beelden kunnen gaan schieten. Alleen ik kan hem alleen maar besturen met mijn telefoon straks. Dus het bereik is niet zo heel ver. Ik ben trouwens ondertussen ook weer deze camera een beetje aan het testen. Ik zie dat de achtergrond heel erg donker is. Het beeld ook. Zie je dat? Kijken of ik dat kan verbeteren. Dus als het goed is, moet ik dat... Ah, kijk. De ISO staat nu op 640. Nou, een scherp stel op mijn gezicht. Maar ik ben van plan om dadelijk wat leuke beelden te gaan schieten. Bij de hondenspeelplaats. Dus ik hoop dat er wat andere honden zijn. Ik heb nog wel leuks te melden. Ik heb ons gezin opgegeven voor een challenge. Een hele aparte challenge. Een challenge waar je wat bewuster van wordt, zeg maar. Nou, dat klinkt allemaal heel spannend. Eigenlijk is het dat helemaal niet, want het is een challenge over iets wat we, waar we allemaal elke dag mee te maken hebben. En als we het allemaal goed zouden doen, zou het al een stuk beter zijn voor de planeet. Nou, waar heb ik het nou over? Afval. Afval, ja. Je weet wel wat je elke keer in de kliko gooit. En wij gaan er ook veel te makkelijk mee om, daar ben ik heel eerlijk in. Wij scheiden wel, maar met een knipoog, zeg maar. Hè. Dus we kijken niet zo heel erg nauw. En dat is niet goed. En daar ben ik mezelf van bewust. Dus ik had zoiets, nou weet je wat we gaan doen? Ik zag die challenge voorbij komen. Even wachten hoor. Bruno, zit. Ja, goed zo bent. Hey, maar ik zag die challenge voorbij komen. Trouwens, ik loop die kant op. Het is veel leuker als over dat fietspad. Kom, deze kant. En... Die challenge die komt van Saver af. En dat kun je vinden op de website saver.100-100-100.nl. En dan kun je je nog opgeven om mee te doen. En de challenge is 100 dagen afvalvrij. Zo heet het in principe, maar het gaat er niet om dat je helemaal afvalvrij bent. Want het is nagenoeg onmogelijk, maar het is wel mogelijk om het een heel groot deel te reduceren. En we gaan daar binnenkort een avond over krijgen, een soort informatieavond aan, voor de mensen die meedoen. Dan krijgen we te horen hè, wat de bedoeling is en hoe dat we daar hulp in gaan krijgen. En, dus dat is allemaal op zich wel heel spannend. Wat valt er mee te behalen? Volgens mij zit er geen prijs aan vast. Volgens mij gaat het meer om de eer. Maar het gaat mij meer om het bewust worden van hoe dat wij omgaan met onze afval. En je produceert nogal wat, vooral dat plastic tegenwoordig. Dat is... Nou, we dat gescheiden moeten gaan sorteren, dan kom je er eigenlijk pas achter hoeveel plastic dat je eigenlijk wekelijks verwerkt. Dat is niet normaal. Alles wat je koopt, daar zit overal wel een stukje plastic in. En dat is eigenlijk ook omdat het vaak niet op te vouwen is, of klein te maken is of wat dan ook. Dat zijn gewoon de meeste en de grootste vuilniszakken bij ons. Plastic kan dan wel gerecycled worden, maar nou zag ik ook weer pas geleden op het nieuws dat dat eigenlijk best wel tegenvalt, hè, dat recyclen van plastic. Want heel veel
is van dusdanige kwaliteit dat het niet meer herbruikt kan worden. En is karton en zo, dat kun je allemaal heel klein maken. Dan kan heel veel in één container. Maar dat plastic gebeuren, nee, dat plus het waait nog eens iedere keer voor je tuin weg als je dat niet goed vastmaakt. Maar goed, we gaan dus aan die challenge meedoen. We willen gewoon wat bewuster worden van het vuil wat wij dagelijks verwerken. En die gaat van 21 november tot en met 16 februari, dacht ik even uit mijn hoofd. Maar goed, datum zie je even hier op beeld. Dan gaat die challenge in en je kunt je eigen inschrijven tot deze datum. Kijk, dus mocht je nog mee willen doen, er is nog plek. 100 gezinnen, 100 dagen afvalvrij. Dus hartstikke leuk. Nou, ik heb al contact gehad met de mensen al daar. En ik mag er een vlogfilmpje over maken en ik mag duidelijk laten zien waar het allemaal over gaat. Dus hartstikke leuk allemaal. Nou, aankomende vrijdag heb ik weer een leuk optreden in het vooruitzicht. Bij Café Swing in De Lier. Dat wordt gewoon gezellig dansen, feesten en drinken maar. En er hangt wel een thema aan vast. Halloween. Dus ik verwacht daar wel wat verklede mensen en gekkerijtjes en dat soort dingen. Dus nou, daar heb ik ook ontzettend veel zin in. Begin daar om 9:30. Als je in de buurt zit en je hebt tijd over op vrijdag, kom even langs. Hartstikke gezellig. Ja, en volgende week dan heb ik die afspraak met de bekende YouTuber. Gaan we even samenkomen. Gaan we even lekker babbelen met elkaar. De camera mee, dus... gaan we allemaal leuke dingetjes doen. Maar nu, het is heerlijk weer om te wandelen. Dus dat gaan we dan ook even lekker doen. Dus ik zie jullie zo. Notitie aan mezelf. Voortaan de batterijen controleren van je drone als je ze van de oplader afhaalt. Ze waren dus alle drie, maar dan ook echt alle drie, kei leeg. En ik had ze dus van de oplader. Ze zaten op de oplader. De lampjes waren alle drie groen, toch leeg. Dus ik heb geen beelden kunnen maken met mijn drone. Een beetje jammer. Zo'n camera die alles op Mars moeten hebben. Ja, die had dan beter geweest. Nou, geloof me, dat apparatuur wat ze daar hebben, ja, kan dit niet tegenop hoor. Nee, dat kan niks tegenop, maar doe het maar. Ja, ze zeggen oké, hij zal de prettige gevallen zijn. Ja, zonde hè. Als je dus van 21.000 kilometer per uur ineens wat af. Ja. Dat is veel hoor. Dat is heel veel. Even rustig. De hond of de camera? Ja, neem nou gewoon. Oh, de hond? Ja. Ja, die heeft al zijn speeluurtje gehad. Oh, speelplein. Hallo, ja. En nou volgt hij mij waar ik ga, hè? Ah, oké, okay. Ja, ik ben een brave beest. Nou. Ja. Oh. Ja, zo'n maatje hoor. Zo. Hé, fijne dag nog. Doei. Thank you.
deze... Ja, ik weet, het mag eigenlijk niet. Maar heel deze laan... Alle bomen... Daar staat iets ingekerfd. En omdat ik hier toch echt al dagelijks voorbij loop... Nou, dagelijks, wekelijks voorbij loop... En ik hier vorig jaar met mijn vrouw een keer doorheen ben gewandeld... had ik zoiets van, ik moet hier ook iets achterlaten. Deze bomen die gaan mijn overleven. En dit hier, ja, vond ik gewoon leuk om te doen. Barry loves Miranda. Ja, hij loopt de hele tijd al los, tuurlijk. Hij dacht dat hij aangeleid. Nee. Ik heb een camera vast. Van die riem is hier. Oké, dat was. Ik loop hier nog niet meer. Kom hier, ja. Oh nee. Kom hier. Kom, Sascha. Oh, die is ook mooi donker, zeg. Kom hier. Ja, echt een ouderwets, hè, van de boerderij. Ja, prachtig. Ja, heel mooi. Zie jij alleen maar witte, hè? Ja, hè? Precies. Ja, tegenwoordig is bijna geen... Nee, daarom. Nee. Dat was voor mij ook een van de... Toen ik uit het nest mocht kiezen. Ja. Hij was de donkerste en hij had een streepje op zijn neus. Oh ja. Ja. Dus dat toen waren we gelijk verliefd. Ja, leuk, ja, en precies. Dat vielen jullie op. Ja, leuk. Dus mooi, hè? Is mooi zitten. Goed zo. Nou, dat was maar weer een wandelingetje wel. Beginnen we vlekken kunnen spelen met andere honden. Dus dat is mooi. Nog even wel leuke dingetjes gefilmd. Alleen ja, de dronebeelden is weer mislukt. Dus even kijken of Bruno zijn kunstje uit zal halen. Bruno, over. Over. Yeah, goed zo. Kijk. Alsjeblieft, bijna mijn vingers erbij. Maar goed, dan kan ik dus mijn accu's op gaan laden. En nou weet ik dat als ze opgeladen zijn, dat ik ze van de oplader af moet halen. Want ik denk dat hij ze dan toch op een of andere manier leeg trekt of zo. Ik heb volgens mij precies 10 seconden aan beeld met mijn drone. En dan niet hoger dan 2 meter. Maar ik wilde eigenlijk dus de drone boven het speelveld van de honden laten zweven. Gewoon een paar minuten stationair en dan ik lekker met de hond spelen en dat je dat dan van bovenaf zag. Dat was de bedoeling, dat ging hem niet worden. Goed zo. Weet je wat nou zo leuk is aan het rondlopen met een camera in je hand? Mensen zijn nieuwsgierig. Dus heel veel mensen die vragen... Foto's aan het nemen geweest? Filmen. Filmen. Ben aan het filmen. Oh. Zo, is dat een cameraatje? Ja, mooi hè? Dan leg ik ze uit dat ik filmpjes aan het maken ben voor YouTube. Oh, je bent een vlogger. Oh. Onder andere, vind ik leuk om te doen. Wat is mijn beeld toch donker? Ja, dat is beter. Ik zeg maar, ik vlog over van alles. Ik zeg over mijn leven, ik zeg over de hond. Ik zeg over Roosendaal. Ik heb behoorlijk wat dingetjes uit de Roosendaalse geschiedenis vastgelegd. En dat vinden de meeste mensen toch wel interessant. Dus dan laat ik ze, of dan zeg ik ze waar ze hem kunnen vinden, hè, Stormgloren. En die naam slaat, ik weet het, slaat helemaal nergens op. Ik vind hem mooi en mensen kunnen het goed onthouden, want ze vinden hem toch altijd wel. Dus, en dan kunnen ze daar de filmpjes terugzien, hè, over het Mariadal en... Over de communicatiebunker achter de Chinees in Roosendaal. En de schuilplaats bij de bazaar. En natuurlijk het tunneltje onder het spoor door bij de kaai. De molens. Het Emiel van Loonhuizen schuilkelder. Ik heb al best wel veel dingetjes gefilmd eigenlijk. Maar dat vind ik ook leuk om te doen. Weet je wat ik ook leuk vind? Dit pad, dat hebben ze weer helemaal teruggebracht naar de oorspronkelijke breedte. En dat is nou toch wel 1 meter of 2. En dat was eerst nooit.
Dat was altijd eerst maar gewoon een wandelpadje te breedte van twee schoenen. En dan hield het op. En dat hebben ze helemaal van begin tot het eind hebben ze dat weer helemaal terug verbreed. Dus dat is wel, dat hebben ze goed gedaan. Ziet er weer mooi uit. En nu ziet het er echt weer uit als een wandelpark. Goed, maar deze jongen is bijna thuis. Ik heb weer genoeg om te laten zien, behalve dronebeelden helaas. Leuk dat je mee hebt gekeken. Mocht je het leuk vinden, dan zou ik zeggen, doe even een blauw duimpje. En dan zien we jou de volgende keer weer. Bye bye. Nou, jongen. Kijk, waar zijn die accu's? 1, 2, ja, hebben ze. Nummer 3. 1, 2, 3. Nou, gaan we ze maar weer oplaaien. En als ze nou vol zijn, dan haal ik ze er gelijk uit. En dan moeten ze 100% zijn.